Vandaag is het de beurt geweest voor onze senioren burgers van Huis Asiana om gevaccineerd te worden met het AstraZeneca-vaccin. Welkom, dit is het COVID-19-journaal voor vandaag. Het ministerie van Volksgezondheid bleef niet stil met het geven van voorlichting met betrekking tot de preventiemaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Onlangs begaf een team van de voorlichtingsafdeling van het ministerie van Volksgezondheid zich in Lelydorp om de Mohana Kamaya te promoten. De samenleving vandaar werd voorzien van informatie over Mohana en werd er promotiemateriaal uitgedeeld. Het promotiemateriaal bestond uit flyers, handsanitizers, mondkapjes, t-shirts en posters waarop Mohana bedrukt staat. Deze keer is er gekozen voor Wanica, Lelydorp, omdat het ministerie van Volksgezondheid de Mohana-campagne in alle districten bekendheid wil geven. Behalve de informatie dat mondeling aan de mensen verstrekt werd, kregen zij ook alle informatie op een flyer mee. Ruim 300 mensen, jong en oud, zijn voorzien van promotie- en voorlichtingsmateriaal. Ook het bedrijfsleven is voorzien van Mohana-posters die zij kunnen plakken bij de ingang van hun winkel of business. Het gratis verdelen van alle promotiemateriaal is mede mogelijk gemaakt door de PAHO. Behalve het AstraZeneca-vaccin is er nu een potentieel gelijkwaardig vaccin volgens dezelfde principes geproduceerd in India. India is een van de grootste producenten als het gaat om vaccins. Praat het over India, ze hebben natuurlijk, zijn ze de grootste vaccinproducent in de wereld op dit moment. En ook is er een hele potentiële vaccin waar de premier van India zelf al is gevaccineerd. Dat is een vrij traditioneel, conventioneel vaccin. Gebaseerd op de technologie van levend verzwakte virussen. En dat is eigenlijk al geaccepteerd in Suriname. Men kent het principe en ik denk dat er veel meer acceptatie zal zijn als de mensen ook weten dat er keuze is als je een levend verzwakt virus vaccin gebaseerd daarop hebt. Dus we zijn ook daar potentieel aan het kijken. Het is in de wereld een heel groot probleem om nu vaccins te vinden. Landen staan in de rij met koffers geld, maar ze kunnen het niet kopen. En daarom proberen wij vanuit verschillende invalshoeken wel te komen aan onze vaccins. Het ministerie van Volksgezondheid deelt hierbij mede dat het registreren om je te laten vaccineren geschiet via een online formulier welke te vinden is op de website www.bogsuriname.com en www.laatjevaccineren.sr. Elke andere bron welke wordt aangegeven waar jij je kan registreren is dus niet valide. Een ieder kan zich registreren en wanneer je aan de beurt bent om gevaccineerd te worden, zal er contact worden opgenomen door 178. Ga niet zomaar naar de ziekenhuizen of RGD-polies om in de rij te staan voor een vaccinprikje. Je zal niet geholpen worden zonder een afspraak, welke is bevestigd door 178 na je registratie. Ook is de kans groot dat je besmet kan raken met het COVID-19-virus indien je zomaar naar ziekenhuizen gaat zonder een afspraak. Indien het je niet lukt om online te registreren, dan mag je gerust bellen naar 178 voor begeleiding. 60-plussers die assistentie nodig hebben of meer informatie kunnen ook terecht bij hun huisarts voor de registratie. Ook in Nikeri is er een COVID-vaccinatieteam samengesteld met Dr. Ramyatan als coördinator. Districtscommissaris Sandrita Gobadan zegt enorm trots te zijn omdat het reisdistrict het eerste district is met een vaccinatieteam. Ik denk dat Nikeri het eerste district is geweest waar een COVID-team is geïnstalleerd. Hou me ten goede, hè, minister. En ik ben heel erg trots op dat team, omdat ik niet alleen als voorzitter daar ben, maar eigenlijk de coördinator, dokter Ramyatan, is omdat zij vanwege haar medische achtergrond, the man on the right place, zeg je, hè? Woman on the right place in dit geval. Met haar. En ze heeft baanbrekend werk verricht. Echt waar, baanbrekend werk verricht in Nikeri, die nog steeds is bezig in samenwerking met MMC. Heel erg dankbaar, ik wil graag een applaus voor haar team. Daarna is dus een quick response team gekomen met KPS erin en nog andere actoren. En ik denk dat beide simultaan goed werk verrichten. Vandaar dat ik trots mag zeggen, we hebben van nul, hè, neem ik aan, dok. Nul hebben we toch?
Want we hoorden ergens een ambulance en ik zei de minister, ik zei wauw, we hebben nul. En toen zei hij van nee, niet juichen, want ik hoorde net een ambulance langs rijden. Je weet maar nooit, maar het is nog steeds nul gebleven. En laten we dan hopen dat het zo blijft. Want niemand wil ziek zijn, ziek worden. Maar de Mohana-regels, ik heb met opzet vandaag deze trui aangetrokken. Het is hier. Moeten we in acht nemen. Dat is zeer belangrijk. Dr. Jagannath is vandaag als eerste geprikt. En ik volg straks als eerste. De burgermoeder geeft de aanzet. Dank u wel daarvoor. En ik ben blij. Ik ben blij dat ik, dat ik de aanzet mag geven hier. En dat moet een boost zijn voor de andere mensen die straks mogen volgen. Dat ze niet bang hoeven te zijn. Dit is een stukje bescherming naar jezelf toe. Maar bescherming naar je medemensen toe ook. Maar wil niet zeggen dat je vrij uit rondgaat. Dat is wel belangrijk. Het is niet 100% dat je zegt van niet meer, maar alsjeblieft. Laten we Nikeri veilig houden, maar ook als grensdistrict vraag ik om alert te zijn. Dat er de Sandaka vaartaal, we kunnen mensen straks binnenkrijgen. Maar gelukkig moet dan ieder die het land binnenkomt, Nikeri ook binnenkomt, voorzien zijn van een PCR-test. Na haar toespraak werd de burgermoeder gereed gemaakt om zich te laten vaccineren. In Nikeri is zij de tweede die het AstraZeneca COVID-19 vaccin toegediend heeft gekregen bij het gezondheidscentrum van de regionale gezondheidsdienst RGD in de Van Pettenpolder. Met deze daad heeft ze de mensen in het district willen overtuigen om het vaccin te nemen en niet af te gaan op de berichten op social media. Ik wil mezelf beschermen. En de medemensen ook. Ik werk met zoveel mensen rondom me heen. Hè. Eén van ze staat hier, één van ze hier, de rest daar. Nee, ik moet veilig zijn. Ik moet mijn mensen, mijn omgeving beschermen. Ik dacht dat het meer was dan dit. Maar ik heb niets gevoeld. Ik denk dat het ligt aan zijn handen. als het moet, ja, dan waarom niet? Ik begreep niet. Hè. Wat zegt u? Ja, nou kom, dat ga ik weer hier zetten. Misschien een boodschap naar de andere mensen. Nou, wat verteld werd of wordt dat je, dat je niet moet nemen, dat het gevaarlijk is, het heeft een bijwerkingen. Kijk, van alles heb je, na elke spuitje heb je een bijwerking. Hè? En wanneer je gezond bent, wanneer je goede weerstand hebt, denk ik dat je problemen mee gaat hebben. Al moet je echt willen dat je goed eet en rust. En ik denk dat van kleins af, van baby af, krijgen we alle soorten entingen, toch? Dus eentje nog erbij is niks, denk ik. Het hoort erbij gewoon. Voor een veilig en gezond leven, voor je omgeving, voor de rest. Voor de burgers, dus we go for it. Dat is het. Ook de coördinator van het COVID-team, Dr. Ramyatan, werd gevaccineerd. Zij heeft ook met allerlei allergieën te kampen, maar desondanks heeft zij besloten gevaccineerd te worden. Waarom zou je moeten vriezen? Als huisarts heb ik vaker mensen gevaccineerd. En dit met het AstraZeneca-vaccin volg je dezelfde procedures. De sheets, we hebben informatie gehad wanneer het absoluut niet mag, wanneer het wel mag. En dat soort dingen. En als huisarts
we vaccineren jaar en dag zoveel mensen, zoveel kinderen. En het is in principe hetzelfde procedure. Het is hetzelfde als een moeder met een kind komt, maar mijn kindje is een beetje snotterig, is een beetje griep. Dan wordt hij naar de dokter gestuurd. De dokter gaat zeggen of het kind gevaccineerd wordt of niet. Want als hij erg ziek is, dan zeggen we oké, laten we na 1 of 2 weken dat kind terugroepen. Is hetzelfde systeem hier. We zijn even gescreend. De dokter kijkt naar me. Als hij van nee, weet je, stel ik zou nu een acute infectie hebben. In de grill van de koorts. Dan zou de dokter zeggen, nee, ze mag niet gevaccineerd worden. We gaan over een enkele weken even kijken tot hij volledig hersteld is. Maar ik ben prima, bloeddruk is goed, de saturatie is goed, alle vitale functies zijn goed. En dan gaat hij even observeren. En de broeder heeft zo netjes gespoten. Ik zeg zelf, die muskiet van Nikeri doet 20.000 maal meer pijn dan die prik van broeder. Om mezelf te beschermen. Omdat ik weet wat voor akelige symptomen dit virus geeft. Hoe vervelend het is. En soms kan je besmet zijn. En je maakt anderen ziek zonder dat je het door hebt. Aan de andere kant, je bent medicus. Je bent dagelijks in contact met de zieke mens. En je weet niet wie met COVID bij je komt. Vandaag werden in het Academisch Ziekenhuis 20 senioren burgers van Huize Asiana gevaccineerd. Het COVID-journaal maakte voor u het volgende verslag. Om zeker te zijn voor mijn leven. Hoe bedoelt u voor uw leven? Dus ik bedoel dat ik veiliger, mezelf veilig voel. Well, wat ik kan zeggen is dat die mensen zijn een beetje achtergesteld. Ja, dus ik vind het, ik keur het gewoon af. Je mag niet bang zijn, want het is in jouw eigen voordeel. Om tegen te gaan dat ik die ziekte oploop eventueel. En die oproep van het, de staat, dus de ministers en zo, de overheid. Om het op tegen de voor de gezondheid. Dat ze liever kunnen doen. Want als er wat gebeurt met ze, wie ga je dat verantwoordelijk stellen? Stel je zelf hebben gekozen daarvoor, dus ik zou zeggen, laat ze het liever doen. Ik kan niemand als verantwoordelijk stellen, want dan ben geef die gelegenheid al, hij doet het niet. Niet zo'n eigen risico. Dat ze liever stoppen met dat rommel. Sorry hoor, ik kan die alles uitdrukken. Dat ze liever bij het rommel kan stoppen hoor. Want ik heb een hekel eraan. Met mijn rood. En nog erbij Louis verteld, via. Nou, omdat ik me wil beschermen tegen COVID-19. Denk u dat u nu, hoe u gevaccineerd bent, dat u beschermd bent? Nog niet. Want de maatregelen die de minister van Volksgezondheid heeft afgekondigd, die moet je gewoon door blijven handhaven. Dus vandaar dat ik, hoe zal ik het zeggen, toch mijn mondkap op heb. Ik zal mijn handen nog wassen. En ik zal nog de afstand houden. Ik heb vanaf dag 1 geloof in de wetenschap. Dus ik heb vanaf dag 1 ook gezegd, ik ga vaccineren. In principe heb ik geen boodschap voor ze. Toch? Want iedereen moet voor zichzelf toch wel weten wat hij doet. Maar toch zou ik willen zeggen van,
luister niet naar fake news. Niet als zodanig. En een beetje hoge bloeddruk. That's it. Je mag vaccineren. Ja, ja, ik mag vaccineren. Nee, nee, ik heb niet gevraagd. Want ik luister ook naar een dokter Vrede. Hij heeft zo'n programma toch? Van niet zomaar een prikje. En daar haal ik wat informatie uit. Dus voor mij was het duidelijk. We zijn eerder gevaccineerd. Het is bekend als enter bij ons. Dan ben je geruster dat je niet ziek wordt. Ja, we zijn vaker gevaccineerd, maar wij noemen het enter. Vaccin is een Latijns woord en inenter is een Frans woord. En dat gebruiken wij in Suriname. We zijn tegen pokken gevaccineerd, gele koorts, rode hond, polio. Anders waren een heleboel van ons al dood. Heel onverstandig. Onze ouders hebben ons vroeger laten vaccineren. Ik heb zelf pokken gehad toen ik 22 jaar was. Mijn heel gezicht was een grote wond. En kijkt u nu. Als ik niet gevaccineerd was, was ik dood. Laat je registreren om gevaccineerd te worden. Dat kun je doen op de website van het BOG, www.bogsuriname.com en via www.laatjevaccineren.sr. Er zijn geen andere bronnen waar je je kan laten registreren. Met deze informatie hebben we het gehad voor het journaal van vandaag. Blijf veilig en we zien elkaar morgen weer.